Nee, dat viel op zich wel mee. Het is, we hebben natuurlijk goede verstandshouding met de gemeente. En ik denk dat we ook beide op dezelfde lijn zitten qua gedachtegang, zeg maar. Dus qua onderling overleg, zeg maar, ging dat heel snel. Ja. Ja, het ligt natuurlijk een beetje gevoelig bij het loonfonds. Die mensen zijn erg huiverig voor de stof en voor alles wat erbij komt. Kun je dat begrijpen? Ja, zeker. Ik snap natuurlijk iedereen die ergens last van heeft, is natuurlijk sowieso per definitie vervelend. Alleen neemt niet weg dat het bijvoorbeeld met de situatie van het weer te maken heeft. Ik kan me voorstellen als bijvoorbeeld de atmosfeer droger is, dat mensen er meer last van hebben dan wanneer het bijvoorbeeld vochtig is. Wat natuurlijk sneller neerdaalt dan. Ja, alleen die zorg kan ik natuurlijk niet wegnemen. Dus neemt niet weg dat wij daar natuurlijk dat vervelend vinden. Alleen, we wonen met heel veel mensen in een heel klein land in principe, zeg maar. Dus het is ook een beetje die zin geven en nemen. Ik vind het heel vervelend. Alleen ja, dan zou er bijvoorbeeld vanuit de overheid bepaald moeten worden dat het bijvoorbeeld geen doorgang kan hebben. En dan zal er bijvoorbeeld een alternatief bedacht worden. Alleen is in ieder geval vanuit de gemeente ook niet aan de orde, zeg maar. Dus we proberen natuurlijk zoveel mogelijk te beperken door schoon snoeihout te nemen. En ik denk dat het daar een verschil is. Zeg maar, als jij bijvoorbeeld, zoals afgelopen jaar was er bijvoorbeeld iemand in de omgeving, hebben wij gehoord, die bijvoorbeeld bielzone pakt. Ja, dat mag, per definitie mag dat al niet. Alleen dan was je natuurlijk ook krijg je een vuile verbranding. En dat geeft natuurlijk veel meer irritatie dan wanneer je echt puur alleen gewoon snoeihout verbrandt. Mijn functie hier bij het vuurfestival is, ik doe de planning voor het hout ophalen. Ik kan s'avonds wat gebeld en tussen 7 en 8 en ik kan ook gemaild worden. En die mensen die hebben dan hout in de aanbieding. En dan halen wij met onze groep, die ik dan ook regel, halen wij het hout op voor een hopelijk een groot vuur. Het hout wat jullie gebruiken, komt het hoofdzakelijk hier uit Meddo of ook uit de verdere omgeving? Nee, ja, we proberen zo dicht mogelijk in de buurt te blijven zitten. Ook voor de jongens met trekkers. Maar je hebt ook wel Groenlo, Misten, Wold. Dat daar een beetje nog op de route ligt en makkelijk kan rijden met de machines wat we hebben, dan die halen we dan ook op. Ja. Het hout wat aan wordt geleverd, wordt er nog gecontroleerd of mag iedereen daar alsmaar bij gooien? Nee, dat wordt wel door ons gecontroleerd, zoals als er waar mensen langslopen, dat het echt schoon snoeihout is, dus geen stoppen. Want het heeft alleen maar, met het vuur komt er alleen maar as vrij en dan moet weer afgevoerd worden als chemisch afval. Dus zo min mogelijk stoppen en zand en hele dikke boomstammen, want daar komt alleen maar as van. Zijn er maten aan verbonden aan het vuur, aan zo breed en zo hoog mag het zijn? Ja, er zit altijd natuurlijk wel een maximum aan, maar daar zijn we eigenlijk nooit over ingegaan en het blijft altijd... Wat we ophalen, dat halen we op en we pakken het wel zo op dat dat goed is, laten we zeggen. Daar houden we echt wel aan. Ja.